Yo mensen, Jarrassik hier en welkom bij weer een nieuwe Complay hier op mijn kanaal Jarrassik Gaming. Op de achtergrond gameplay heb ik vandaag voor jullie echt gewoon een awesome team met mijn spotje op map overvlogen. Gespeeld met de AM94, Quickzo en Adjustable Stock. En wat ik in deze gameplay haal is ten eerste, ik haal een nuclear in ongeveer 2,5 minuten, wat natuurlijk heel erg snel is. Ik haal ook nog eens 51 kills en dat allemaal in 5 minuten tijd. Dus dat zijn 10 kills per minuut. Hier meteen aan het begin pak ik een mooie triple kill op. En ik moet even wat zeggen over deze achtergrond gameplay, want ik speelde hier om ongeveer 3:30 in de nacht. Ik was naar de bioscoop geweest, ik was stad ingegaan, al dat soort shit. En ik speelde hier midden in de nacht. Ik kwam een party tegen van 5 Nederlanders. Al die 5 Nederlanders waren niet gewoon mensen van 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jaar. Maar volgens mij waren al deze mensen echt gewoon in de 20, in de 30, misschien zelfs in de 40. En ze waren gewoon misschien een avondje met elkaar lekker aan het gamen nadat ze iets chills hadden gedaan. En elke keer als ik ze killde, zaten ze te zeiken van, what the fuck? Hoe kan dit? Nee, is die daar alweer? Wat? Kill hem! Jongens, ga nou pakken! En toen was de lobby afgelopen, ik deed mijn microfoon erin. En ze gingen gewoon zeggen, hoe kan je dat doen, Jarrassik? Hoe kon je daar zijn en daar zijn en daar zijn? Je hackt gewoon bladibladibla. Dus het was echt gewoon geweldig om tegen ze te hebben gespeeld. Ik had hierna nog een potje tegen ze gespeeld. En gewoon precies hetzelfde was de lobby afgelopen. En ze zaten alleen maar te zeiken van, Jarrassik, jij bent echt een kuthacker, man. Je schiet een DSR-kogel door je kop en je gaat nog ineens dood. En ik vind het leuk om tegen dit soort mensen te spelen. Waarom? Ten eerste, ze blijven non-stop naar je toe rennen om je van je streak af te halen. Dus, als jij goed bent en de enemies zijn slecht, kan je ze non-stop blijven killen. Ten tweede, elke keer als je ze killt, hoor je ze in een microfoontje, hoor je ze je uitschelden. Nou, dat is gewoon leuk natuurlijk. Mensen die je uitschelden en die gewoon alleen maar doodgaan door jou, dat zijn gewoon leuke mensen om tegen te spelen. Dat je even om ze kan lachen. Ten derde, ze zijn gewoon slecht. Zo makkelijk is het, ze zijn gewoon slecht. Ze kunnen geen ene zak ervan. Nou, ze kunnen het wel, maar ze denken niet logisch na. En zoals ik al zei, het was dus ongeveer 3:30 s'nachts. En natuurlijk, niet meer iedereen denkt dan logisch na. Maar ik was hier lekker aan het spelen. En hier komt de klus situatie. Ik zit hier bij de twee kisten. Ik zit hier gewoon in een straatje. Ze komen via de linkerkant en ze komen via de rechterkant. Hier staan ze aan de rechterkant met teammate stuns. Dus bedankt teammate. En ze blijven naar me toe komen. Non-stop. Ze komen via de ene kant, andere kant, ene kant, andere kant. Ik haal me overal vies. Ik roep ze zo snel mogelijk in. Ze blijven komen. Non-stop omdat ze me willen killen. Staat er hier eentje, die kan ik helaas niet pakken. Dus weet je, laat hem maar lekker staan. En zie je mijn minimals. Ze komen allemaal aan. Eentje pak ik er. Komt er eentje via deze kant. Twee pak ik er. Komt er weer eentje via dezelfde kant. Nummer 3 pak ik hem. Krijg ik nog eens een granaat op mijn kop. Nummer 4 komt eraan. Nummer 5 komt eraan. Die kan ik helaas niet killen, want die is een stun aan het gooien. Ik moet reloaden. Dus bam, ik word nog eens gestunt. Komen er nog meer mensen aan. En iedereen die blijft gewoon om me afrennen. Iedereen blijft me proberen te killen. Nog een Semtex eraan. Frag grenade, stun grenade. Ze blijven om me afrennen. Via rechterkant, linkerkant. En ze kunnen me gewoon niet killen. En dit soort potjes wil je spelen in Call of Duty. Dit soort potjes wil je hebben. Zo fucking veel actie. Een nuclear halen in 2 minuten en 2,5 minuut is sowieso moeilijk om te doen. Een nuclear halen in team deathmatch is sowieso nog moeilijker om te doen. Omdat je natuurlijk gewoon je moet houden aan de 75 kill limiet die er wordt gemaakt. En daarvan moet jij sowieso al 30 kills maken. Een paar stukjes heb ik natuurlijk ook gelukt, zoals Hero. Deze vent die had me eigenlijk gewoon moeten killen, maar hij ging dom. Daar naar boven klimmen zonder dexterity. Dat was ook weer zijn eigen schuld. En weer ging iemand lopen uitschelden. En ik vind dat gewoon geweldig om tegen te spelen. Mensen die in de pot komen en die gaan lopen uitschelden. Mensen die sowieso gewoon echt heel erg boos Call of Duty aan het spelen zijn. Die vind ik leuk. Die vind ik awesome. Dat soort mensen, daar kan je gewoon om gaan lachen, man. Want ze zitten hier maar uit te schelden. En ze zitten hier maar gewoon namen te noemen. En dan aan het einde van het potje hebben ze gewoon een eindscore van 0-30 of zo. Of 0-15 bij wijze van spreken. En dan denk ik van, je loopt me uit te schelden dat ik slecht ben. Maar jij bent de persoon die 0-15 gaat. En hier pak ik de laatste keer voor mijn nuclear op. En dan heb ik gewoon al binnen. Nu. Nuclear is binnen. En toen dacht ik, weet je, even rustig aan. Kwam de nuclear medal in mijn beeld te staan. Savior, bladibladibla. Nuclear, bam, 30 gunstreak. Je krijgt er helemaal niks voor natuurlijk in Black Ops 2. Maar dit is gewoon awesome om te halen in Call of Duty. Het maakt niet uit of je Black Ops 2 speelt, Modern Warfare 3, Call of Duty Ghost. Dit soort actiepotjes waar gewoon iedereen naar je toe blijft rennen. Waar je gewoon eigenlijk niet dood kan. Zo lijkt het, ik kan gewoon eigenlijk niet dood. Zo ziet het eruit. En dat wil jij hebben in Call of Duty. Dat wilde ik even aankaarten met het filmpje. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Gameplay is nog lang niet afgelopen. Nou ja, ik moet nog 9 kills maken. En je hoort ze gewoon net op de achtergrond schreeuwen van, ja joh, hoe doet hij dat? Ja joh, is hij daar alweer? What the fuck? Hacker, cheater, hoe doe je dat? En dat is gewoon leuk. Klaar. Het slaat nergens op, maar dat is gewoon leuk in Call of Duty. En ik hoop dat ik nog veel meer van dit soort potjes kan halen. Ik had die avond, want ik was om 3 uur begonnen of zo. Ik heb dat 4 uur doorgespeeld. Ongeveer 8 potjes gespeeld. Daarvan heb ik 5 potjes in nuclear gehaald. En ja, dat is gewoon kick om te doen. Zo makkelijk is het. Maar ik pak je de laatste kill. Je gaat ze nu horen. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.
enemies have failed to end our cause. Ja, het, ik heb 1 op 12. Die gek heb ik voor 12 keer gekild. Ik heb maar 1 op 8. Ja, hier kilt hij mij weer, let op. Oh, slecht gespeeld. Dat kan je niet weten. Hoe kan dat nou, man? Hoe doe jij dat, man?